Mijn eerste herinnering van de kleuterklas was dat ik achter een klein ezeltje stond. Van die ronde potjes verf en een borstel. En van de rest weet ik van die kleuterklas eigenlijk niks niet meer. Dus ik denk dat er al heel vroeg in zat. Ik vermoed dat het komt omdat ik een tante heb die schilderde. En dat ik daardoor in contact ben gekomen met mensen die met kunst bezig waren. Ja, dat was vrij speciaal, een vrouw die tijd had om te schilderen in die tijd. De mens, de natuur, de combinatie van mens met natuur, de fouten die je maakt ten opzichte van natuur, dus er zit ook nogal wat ecologie in, denk ik. Voor mij moet het heel toegankelijk zijn. Ja, het mag natuurlijk vragen oproepen, dat is de bedoeling, want je combineert zaken. Er is geen ene die men op een bloempol op zijn kop gaat rondlopen. Soms sta ik bij werken van collega's een half uur te kijken en ik denk, ik krijg er geen vat op. Wie moet er dan wel vat op krijgen? En dan vind ik dat jammer. Of dat je zo'n tekst moet lezen om er ergens in, ja, dat vind ik niet jammer. Het is heel belangrijk om uw werk te confronteren met het publiek, vind ik. Ook omdat sommige mensen er een heel ander idee bij krijgen als dat ik erin gestoken. En dat is soms heel verrijkend en heel grappig ook soms. En ook omdat ik het, dat je wel heel blij bent als mensen het goed vinden. Dus dat geeft heel veel van Tony. Maar bij je eigen blijven en gewoon doorgaan. Want uw geluk hangt daar vanaf eigenlijk. Als er in u zit en je kunt in, je stikt er geen tijd in of je bent er niet mee bezig, dan denk ik niet dat je als artiest gelukkig kunt zijn. En ook niet als schrijver en als beeldhouwer of als muzikant. Het is een manier van leven, denk ik. Hè?